opnieuw 6 jaar gevangenisstraf geëist. In dit geval tegen ex-neuroloog Janssen Steur, net als bij de rechtbank. Wat is uw reactie? Ja, opnieuw 6 jaar geëist. Wat ik heel bijzonder vandaag vond, is dat de officier, de advocaat-generaal zei, eigenlijk wil ik 9 jaar eisen. Maar omdat ik hem verminderd toerekeningsvatbaar acht, doe ik er 3 jaar van af en kom ik op 6 jaar. Dat was nieuw. Hadden we niet bij de rechtbank gehoord dat het zo in elkaar zat. Ja, een hele stevige strafeis die wat mij betreft recht doet aan de ernstige feiten die Janssen Steur heeft verpleegd. De advocaat heeft een hele andere opvatting, begrijpelijk. Die zegt, ik ga voor vrijspraak. Ja, dat meneer Plasman pleit voor vrijspraak. Ja, wat wil je anders van een advocaat verwachten? Ik vind dat wel vreemd. Want tegen zaken als diefstal, valsheid in geschriften, verduistering van een grote som geld, daarvan is men niet in hoger beroep gegaan. Ja, daar kun je dan ook geen vrijspraak voor verwachten. Van een hersenletsel, ja, daar blijft eigenlijk weinig van over. Hè? Ook in zeg maar, de strafwijze van justitie. Ja, als we kijken naar dat hersenletsel, dat is een heel betoog door de omgeving van Janssen Steur opgezet dat hij ten gevolge van het auto-ongeval hersenletsel zou hebben opgelopen. Ja, daar blijft na vandaag heel weinig van over. Er is wel sprake van ja, een of ander frontaalsyndroom, maar dat dat aan het ongeval te koppelen zou zijn in 1990, daar is eigenlijk vandaag niets van overgebleven. En er komt bij, maar dat werd ook gevraagd voor de rechtbank in Almelo, dat als hij straks bij de uitspraak is en er wordt onvoorwaardelijke celstraf uitgesproken, dan wil justitie graag dat hij direct achter de tralies gaat. Ja, wederom natuurlijk. Dat hij direct achter de tralies gaat. Ja, dat is natuurlijk uitstekend voor de slachtoffers dat hij direct achter de tralies gaat. De rechtbank had het nog afgewezen omdat men zei van nou, we zijn niet bang dat hij onderduikt. Hij is altijd trouw op de zittingen. Ja, wat dat betreft heeft hij denk ik door niet te komen zijn eigen graf gegraven. Door ook in het buitenland te verblijven. Dus laten we hopen dat het Hof ook die eis toestaat en dat hij effectief nu eindelijk eens een keer moet gaan zitten. Nu zijn we onderhand vanaf 2008 7 jaar verder. 2005, hè? Oké, het speelt al vanaf 2005, 10 jaar. Speelt de affaire inmiddels al? Ja, ik word er wel een beetje moe van. Ja, als we kijken dat het al 10 jaar speelt, ja, dan word ik er ook inmiddels behoorlijk moe van. Het geeft aan hoe moeilijk het is om medici aan te pakken. En dat zagen we ook weer in tuchtzaken. Ja, er wordt veel gelogen, veel gemarchandeerd met de waarheid. Maar in deze zaak is dat zeker gebeurd. Dat is een van de oorzaken dat het allemaal zo lang heeft moeten duren. Artsen en ziekenhuizen hadden veel eerder hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Oud-commissievoorzitter Lemsla die zei ooit, de artsen in Nederland, de medisch specialisten, dat is het laatste gilde in Nederland. Ja, of de artsen het laatste gilde zijn in Nederland, die uitspraak durf ik niet voor mijn rekening te nemen. Maar dat ze zich een hele tijd, althans een deel van de artsenij, zich ver verheven voelden boven het normale volk, ja, dat is wel een feit.